Yo, gasten van gewoon vast leuk hier kijken naar die nieuwe video. Mijn naam is Johan. En ik ben Sven. We zijn er weer met een nieuwe top 10 voor jullie. Vandaag gaan wij de top 10 games die wij spelen en gespeeld hebben. We hebben al bekende games die jullie vast en zeker kennen. Misschien wat onbekende games die jullie niet kennen. Ja. En we zitten op een iets andere locatie, zoals jullie zien. We hadden eigenlijk liever de vorige locatie die we de vorige keer hadden gehad. Maar het zat vol. We beginnen weer vanaf 10 tot nummer 1. En 10 is natuurlijk eigenlijk onze game die we eigenlijk het minst spelen. Of het minst spelen. Ja, misschien wel veel gespeeld hebben, maar dat het misschien verpest is door een game ofzo. Mijn nummer 10 is Rust. Rust, leuke game. Zeker aardig wat gespeeld met deze gast, Bart. Maar... deze aflevering is trouwens gesponsord door Coca-Cola. Geen Fanta vandaag. Vandaag geen Fanta. Maar waarom ik niet spelen zijn hackers. Gewoon, dat ja, mijn je hebt in Rust tegenwoordig heel erg veel hackers. En ik heb hem zeker ook in mijn lijstje staan, maar wel ook op nummer 10. Heel toevallig. Echt? Ja. Het was een hele vette game, alleen ja, gewoon de laatste tijd zoveel hackers en dingen. Nummer 9. Mijn nummer 9 is Reign of Kings. Dat is eigenlijk eenzelfde soort spel. Oh ja, je hebt best veel gespeeld in het begin, maar je hebt weer de reden, hackers. Hackers. En dat hele woord is hackers, dat klinkt zo leuk, maar dat is niet leuk. Mijn nummer 9 is... ik zit even te denken, want ik haal mijn hele lijstje door elkaar heen. Mijn nummer 9 is, zijn race games. En dat is omdat, ja, ik vind race games wel leuk. En ze zijn wel leuk om te spelen, maar je kan het niet. Ik kan het niet. Als ik ga racen, dan ga ik zeg maar zo en trek mijn stuur weer om. En dan zit ik erin, bam. En jij moet de auto rijden. Nou, veel plezier hoor. Nummer 8. The Sims. The Sims. Oh, waarom nee. The Sims? Oh nee. Ik vind het gewoon leuk om een beetje een huis te bouwen. Oh, een beetje te koken, huis in de fik te steken. En Lachen. Niet dat ik het heel veel speel, maar ik vind het gewoon leuk. Wat is jouw nummer 8? Mijn nummer 8 is Kop. Call of Duty game. Kan je ook zo goed. Ja, dat ben ik ook heel goed in. Maar ja, ik vind het wel leuk om te doen, vooral singleplayer. Ik ben echt iemand die heel veel van singleplayer games houdt. Ja. Ik vind die multiplayer eigenlijk allemaal, ja, het is wel leuk en zo, maar ja, dat is. Ik speel eigenlijk alleen maar online. Ja. Altijd. Maar ik vind... gewoon ik vind... van die lekkere veetjes, gewoon lekker helemaal slopen. Ik vind... ik dat vind is het leuk. Super. Dat is content. Ik vind een game die een goede singleplayer verhaallijn heeft, gewoon een goede game. Nummer 7, Assassin's Creed. Speel je dat nog? Nee, je moet een lijstje op. Ja, dat is echt zielig dit. Ik kon niks bedenken, dus ik heb mijn lijstje opgevuld met die spel. Want ik ben eens bedacht dat het me leuk leek om het te gaan spelen. Mijn nummer 7 staat... Counter-Strike Global Offensive. Is je ook zo goed in. Ik ben er echt enkele game goed, Johan. Dat weet ik. Maar ik vind het wel leuk om te spelen. Gewoon voor een half door het potje. Het is alleen jammer dat ze met Counter-Strike die regeling hebben van ja, je moet level 3 zijn om met elkaar te kunnen spelen. Ja, je probeerde vanmiddag ook te zoeken, maar dat lukt ook niet. Deze man. Maar ik heb Counter-Strike op nummer 7 gezet, omdat ik vind het wel een leuk spel en ik vind het af en toe wel leuk om te spelen. Alleen, het is gewoon zo'n game waarvan ik denk, nou ja, wat moet ik ermee? Ik vind het wel lachen. Ja, jij bent wel, wat voor level ben jij nu dan? Master Guardian ofzo? Ja, zo niet. Oké, nummer 6! Call of Duty! Oh, je hebt het nummer 6 dan? Ja. Waarom? Nou, vertel het. Ik vind het leuk om rond te lopen en gewoon te schieten. Alles neer te schieten wat beweegt. Goeie shit. Ja, dat is in Counter-Strike lastig, want als je loopt en schiet, dan kan het niet. Nee, dat is eigenlijk een soort van niet mogelijk. Nee. Counter-Strike. Ik heb al wel geleerd hoor, van hun. Ja, mooi. We zijn best wel goed, dus ik kan af en toe springen. Wat doe je? Maar ik had ook nog een nummer 6 en ik heb op nummer 6 The Sims. Hé, jij hebt hem ook? Ja. Hoe dan? Nou, ik vond Sims, het was mijn eerste game die ik speelde. Dus ik vind, ik heb alles ik ook op de Gamecube. Nou, ik heb dat op de computer al gespeeld. Gamecube. Maar ik vond serieus no joke, ik vond Sims wel leuk. Sims 2, dat was de shit. Ja, en toen kwam er even Sims 3 of yeah. aan. Nee, ik ook niet. En 4 is wel lachen. Okay, ja, dat is lachen man. Ik heb al 3 kinderen. Achter elkaar, serieus. Er zat hij in zijn week tussen. Doe je goed. Zij de Thomas, David en Sven.
Hoe ga je dat voor elkaar? Ja, waarom doe je dit, Sven? Ja, ik denk dat we zo'n naam denken. Jij was de eerste die hem opkwam. Nee, het oudste. Ik moet Bart eigenlijk ook nog gaan maken, maar... Peter stuurt je een foto. Hij was denk ik nog geen kind maken, dus dat komt niet zo goed. Nummer 5, heb ik racegame staan. Vroeger speelde ik dat al heel veel. En ik vind het gewoon nogal vet om gewoon een potje te racen en gewoon lekker weer eerste te worden. Nee, ik heb nummer 5, heb ik Rocket League staan. Dat is dat spel met de autootjes en de bal. Ja. Ik kan er een reet van, maar ik vind het gewoon een geweldig spel. Graag, geweldig. Nou, ik doe je nou. Geweldig spel. Graag, nee, dit is niet grappig. Je gaat een beetje over. Oh, nee, dit is echt te erg. Nou, oké, nummer 4. Nou, mijn nummer 4 is ook Rocket League. Oh, geweldig. Ga ik dezelfde reden. Ja, dezelfde reden. En jij zou het iets beter kunnen, denk ik. Ja, ongetwijfeld. Dus. Dat komt goed. Ik heb nog 5%, ik moet een beetje opschieten. Oké, nummer 4 bij mij is een simulator games. Ja. Ik vind simulator games wel leuk. Gewoon puur om de reden dat je gewoon lekker kan kloten en net doen alsof je echt bent. En ik vind trouwens dat simulator games zijn tegenwoordig best wel goed. Je hebt van die vrachtwagen simulators en shit. Ja, vroeger was het truc. Vroeger was het truc en je hebt echt wel truc games nu nog steeds. Maar voor de vrachtwagen simulator, ik vind het de beste. Ja, dat is echt goed. Die is echt wel. Ja, maar die is gewoon elk serieus bijvoorbeeld met luchtremmen en shit. Het is allemaal realistisch. Online en dat soort shit. Ja, dat is leuk. Dus ik vind het steeds beter worden. Daarom staat het ook mijn nummer 4. Het zijn wat rustigere games die in mijn top 10 staan. Ja. Top 3, 4. Ja, oké. Mijn nummer 3 is GTA 5. GTA 5. Gewoon lekker kloten met z'n... GTA 3, joh. Ja. Oké. Ja. Ja, het is de 3 en de 2, maar de 2 horen jullie straks. En dan gewoon ja, lekker schieten, oudjes stelen, rondrijden, kloten met je vrienden. Dat is gewoon leuk. Dat is lachen. Nou, ik heb wel nummer 3, Battlefield. En dat is omdat ik Battlefield eigenlijk vanaf toen ik zo was eigenlijk speelde. Dat was eigenlijk de tweede game die ik speelde. Dat was mijn eigen eerste gevechtsgame. Ja. En ik vond het gewoon een heel vet game. En steeds meer de lijn die zit erin. En dat vind ik echt wel zo vet. En ja, verder is gewoon shooter. Ja, ik vind het ook cool game. Oké. Nou, nummer 2, trommel. Nummer 2 is... Hates van Zeeman. Hates van Zeeman? Ja, dat is de laatste tijd veel aan het spelen. Het is nieuw, het is vet. En ik heb ook op nummer 2. Ja, maar ik kan even eens omdraaien met GTA 5. Ja. En eigenlijk mijn hele top 3, dus de eerste 3. Een beetje onszelf. Die kunnen allemaal een beetje afgewisseld worden. De één kan op 1 staan, dan weer niet. Het ligt ook een beetje op tijd. Ja. Soms dan heb je veel meer zin in GTA, soms heb je veel meer in een andere game. Daarom kan vanaf 1 tot en met 3, dat wisselt heel erg af. Ja. En 4 ook nog een beetje. Maar ik heb soms hiervan eigenlijk ook op nummer 2 een beetje dezelfde reden. Kan wel een beetje. Het is leuk. Ja, het is leuk. De potjes duren op zich lang, dus als je tijd hebt is het leuk. Ja. Als je goed bent is het ook chill. Ik eindig niet op onderschep, maar eigenlijk altijd wel top 10. Ja. Als ik een potje speel met Bart soms niet, soms wat minder. Ja, maar als je net geen goede spullen hebt, dan is het klaar. Nee, maar als je gewoon een goed wapen hebt. Aan de positie waar je op dat ogenblik bent. Ja, als je een wapentje hebt, dan lukt dat meestal wel. Nou, dan de laatste. Nummer 1. Nummer 1. CSGO. Ja, dat is gewoon nu. Dat is jouw spel. Game. Dat is gewoon. Het is sick. Ja, ik ben heel lang ook gewoon van nee, niet chill meer. Maar dat is ook wat ik zeg, de top 3. Het is allemaal een beetje. GTA 5, of ga je dat doen? Het zijn gewoon die momenten. Ja, het is net wat je, waar je tijd voor hebt, wat je leuk vindt en wat je dan. Ja, nummer 1 kun je misschien voor mij al raden, want die heb ik nog niet genoemd. En dat is GTA. Ik bedoel, dat is gewoon de game eigenlijk. Ik zelf persoonlijk ben wel wat meer van nummer 1 is wel echt GTA. Dat is eigenlijk wel de game waar die ik meespeel. Maar het is een beetje allemaal, dan wordt het een beetje hetzelfde. Maar zelf persoonlijk, GTA. Ja. Okay. That's it. Okay. Nou, welke games vinden jullie nou vet? Jullie hoeven niet per se een heel top 10 te maken. Als je het leuk vindt, kan je dat maken. Ja. Vinden wij wel leuk om door te lezen. Misschien wel nieuwe games. Want ik ben iemand, dat eigenlijk de games die ik speel. Dit zijn de games die ik mee speel. Maar misschien heb je wel vette games. Denk van, die moet je zeker weten eens keer spelen. Ja. Geef het even door. En misschien kunnen wij even gameplays ervan opnemen of weet ik eens wat. Gamen, weet je, wij zijn niet heel erg meer van het gamen opnemen. Nee. Maar zoals je ziet, mensen hebben GTA, we hebben FIFA. Ja. Maar mocht je nou toch iets hebben van, dat wil ik een keertje zien. Laat het weten in de reacties. Iets leuks, laat achter in de reacties. Vergeet zeker niet te liken. En abonneer ook. Dat is ook een goeie. En bedankt voor het kijken en later. Peace.